Hallo liefste weegschaal, welkom op jullie wekelijkse tarotlezing waarin ik boodschappen neem voor de aankomende week. Deze lezing is goed voor weegschaal, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. In een aparte video heb ik de astrologie voor de aankomende week ook besproken. Daarin bespreek ik één grote belangrijke transit voor de aankomende week. Sowieso bespreek ik dit voor het collectieve en dan voor alle 12 sterrenbeelden. Dus ik nodig je zeker uit om eens te gaan kijken. Er zullen belangrijke boodschappen in zitten. Kijk zeker voor je ascendant en ook jouw zonteken. Maar nu eventjes terug naar deze lezing. Mocht jij interesse hebben in een online private reading bij mij, kan je dit ook altijd aanvragen. Je dient mij gewoon een mailtje te sturen naar gaelstarot@gmail.com. En mijn e-mailadres vind je ook altijd onderaan de video in de beschrijving. Daar klik je gewoon eventjes op. Ik begin mijn lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Daaruit komen mooie boodschappen naar boven en daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Al mijn decks zijn op voorhand geshuffeld geweest, doe ik off-camera. Weet ook dat de meeste van mijn decks Engelstalige decks zijn, maar ik zal ze sowieso verklaren en vertalen voor jullie. En voor de mensen die nieuw zijn, geef ik altijd mee dat ik tweetalig ben. Ik ben een Vlaamse, maar ik ben ook Brits. En waarom zeg ik dit? Omdat ik luidop connecteer met mijn kaarten in het Engels. Zo, ik heb alles gezegd, denk ik, en we zullen direct aan beginnen. Ik heb een nieuw leuk orakeldek. Ik heb er al anderhalve week mee gewerkt. Ik ken uiteraard niet alle kaarten van buiten, hoeft ook niet. Dus ik heb mijn boekje ook bij mij liggen en we zullen enkele boodschappen daarvan nemen. Oké, here we go. Can you show me what I need to know, please? En we zijn er al. Voor Libra. Wauw, je hebt de wolf spirit, de family. Ik zal hem eerst eens tonen, dan ga ik toch dat boekje erbij nemen om te lezen. Ik vind het heel mooie kaarten, heel illustratief. En ik heb ook de activation card, spirit guardian of spring. Er wordt iets geactiveerd in jullie leven. Bijzonder. Oké, we gaan eventjes lezen. Nummer 51, de family card. Ik zal hem terwijl tonen aan jullie. Zo. Support is all around you, even if you are not aware of it. Dus het is al een kaart die aangeeft dat je enorm ondersteund wordt, zelfs als jij het niet ziet bijvoorbeeld of niet merkt. Release the belief that you have to do it alone. You don't. Laat het feit los dat je denkt dat je alles alleen dient te doen. Het hoeft niet. This is a time to heal any rifts in your family. Give encouragement to those in your soul tribe, your family and your community. Allow yourself to be supported. Ja, het is een kans om in je familie mocht er ergens ruzie geweest zijn of iets niet opgelost geraakt zijn, geef deze kaart aan. Nu het moment kan je dit voor jezelf oplossen, want jij wordt ondersteund. Hè? Laat jezelf ook toe om ondersteund te worden. En dan die activation kaart, nummer 36. Get ready. Big changes are ahead. Ja, wees klaar. Hè? Grote veranderingen komen naar boven, komen op jouw pad. Things that have been incubating are now coming to life. Iets dat zo wat een beetje dormant, slapend was, die zijn nu tot leven aan het komen. Dat is een lentekaart. A profound transformation is ahead. Take risks. Een grote transformatie komt op jouw pad. Neem risico's. Keep going. Blijf vooruitgaan. Prepare for this time of upheaval, fluctuations and renewal. And the end result will be glorious. Ja, bereid je voor een tijd van upheaval, verandering, tumultueuze veranderingen die komen. Fluctuaties, renewal, vernieuwing. And the end result will be glorious. Wauw, oké. Ja, er is hier iets met familie gebeuren, hè, sowieso. Ik denk dat je dient vol te houden in wie jij bent. En ik denk, wat er ook gebeurt in jouw familie eventueel, dat er daar een transformatie voor jou in zit. Als einderesultaat. Nu, het kan wel zo'n beetje gaan, uiteraard. Okay. Show me what else I need to know, please. Thank you. Voor Libra, voor de collector. Any general messages, please. Thank you. Drie kaarten. Spring. Opnieuw de springkaart. Woehoe.
See your seeds grow. Ja, het is tijd om dat zaadje te planten. Hè, waar je geen wens te gaan. Het is duidelijk dat er hier iets geactiveerd wordt in jouw leven. Ik heb de Earth Mother, dat is de Empress. Feel loved and comforted. Ook daar terug wordt er gevraagd om support te aanvaarden. Je hoeft niet alles alleen te doen. Doe beroep op je naasten. Doe beroep op een vrouw bijvoorbeeld. Uw moeder eventueel. Of een tante of iemand dat jij, een vrouwelijke versie, een vriendin die jij ziet als een steunende factor in jouw leven. Die Earth Mother, hè, die is hier om jou te ondersteunen. Feel loved and comforted. Zelfde kaart. Ja, en dan heb ik de Hunter. Dat is de ramkaart. Track down your fears and desires. Kijk eens waar jouw angsten liggen. Die zijn sowieso gecorreleerd met wat jij wenst ook in het leven. Dat is een fijne lijn vaak. Hè? Tussen jouw angsten en wat jij wenst. En soms kan onze angsten natuurlijk kunnen die ons tegenhouden van wat wij eigenlijk in het leven wensen. Speciaal. Oké. Show me what else I need to know, please, for Libra, for the collective, please. Any other general messages, please, for Libra, for the collective. Show me, please, what I need to know for Libra, for the collective, for next week. That's bad shuffling. Dat zijn er 20. Ik zal nog eentje nemen. Dan niet, dan neem ik een andere dek erbij. Simplifying your life. I cherish the simple pleasures of my life. Ja, het kan zijn dat jij op een punt staat in jouw leven om bepaalde zaken los te laten, zoals ik al zei. De lente komt eraan, een nieuw zaadje wordt geplant, waardoor jij bepaalde zaken van het verleden gewoon niet meer nodig hebt. Hè. Simplifying your life. Ik ga mijn leven gewoon wat simpelder te maken, zodanig dat ik meer van het leven algemeen kan genieten. En dat kan gewoon ook zijn dat je meer tijd voor jezelf begint te implementeren in jouw leven. Jezelf meer op nummer 1 zet. Zodat het leven wat simpelder wordt en jij meer plezier kunt hebben. Alright. Het is ook een kaart die je uitnodigt om wat meer te genieten van kleine zaken in het leven. Naar buiten gaan. De kleine zaken. Hè. Al is een wandeling, voetjes in het gras. Dat zijn echt mooie kleine zaken. Het musje dit zit te spelen in het gras of in de bomen. Je kinderen zien spelen. Jij in rust aan het kijken. Noem maar op. Kan van alles zijn. Hè. Maar geniet van de kleinere zaken in het leven. Oké, one last card, please. For Libra, for the collective. Show me what I need to know, please, for next week. Show me one more message. Thank you. Okay, give me one more. Ik ben soms te nieuwsgierig als er zo één kaart valt. Ik heb de love card. Ik heb new beginnings and pleasure. Hoe fantastisch voor jullie. De love card. Liefde, open. Open je hart. Er staat liefde misschien around the corner. Maar dan nieuwe liefde. New beginnings. Nieuwe beginnen in de liefde. Er staat hier iets aan de horizon momenteel. En dat leidt ongetwijfeld tot meer plezier in jullie leven. Dus letterlijk een portaal waar jij doorgaat richting de zon waar jij meer plezier kunt maken. Wauw. Liefste weegschalen. Wow, we zijn mooi begonnen. Ja, die springenergie, twee keer die lente-energie, iets is geactiveerd in jou. Hè? Maar belangrijk ook, laat je ondersteunen. Hè? Gelijk wat er gaande is in jouw leven, laat jou ondersteunen. Oké. Ik neem de tarotkaart erbij. Algemene boodschappen. Ik zal ze tonen aan jou, de kaarten die eruit flippen. En dan enkele die nodig zijn, verklaar ik nog met een tweede dek tenminste. Alright, here we go. Can you show me what I need to know, please? For Libra, thank you. Thank you. Okay, can you show me what else, please, I need to know for Libra, for the collective, please? Anything else, please? Yeah, can you show me? One more. Ik heb twee keer de Empress. Ik heb de Earth Mother twee keer. Dat is dezelfde kaart als deze kaart.
Dat is je openstellen, dus voor liefde. Hè? Liefde ontvangen, je intuïtie wenst je iets te zeggen, een nieuw idee wenst naar boven te komen. Die wereld zit in haar buik. Dat is iets die wenst naar boven te komen. Jij, vernieuwde jij. Jij die getransformeerd bent. Hè? Hier ook bij deze kaart zie je overal hier mooie vlindertjes. Die vlindertjes tonen op het feit dat jij aan het transformeren bent. Hoe mooi voor jullie. Nu, de Justice kaart. Ik zie dat jullie een pad aan het zoeken zijn die beter bij jou past. Dat is Justice has been restored, zeg ik altijd als deze kaart komt. Dat is ook een justitiekaart. Dat is een corrigerende kaart, ook als het ware. De Justice kaart, dus vaak wordt die weerspiegeld hier niet. Hè? Jawel, heb je een zwaard. Het zwaard staat voor de waarheid die naar boven komt. Nieuw inzicht is naar boven aan het komen. Iets in jouw leven wordt rechtgetrokken, zodanig dat er terug balans is. Dat jij terug op het juiste pad zit. Dus deze kaart toont mij aan dat jij een nieuw pad ook aan het kiezen bent. Kan daarbij een obstakel naar boven komen? Zeer zeker. Kan het zijn dat jij dat nu momenteel niet ziet? Zeer zeker, want ik heb de Eight of Swords. De Eight of Swords is een mentale blokkeringskaart. Dat is een kaart die zegt dat jij vindt dat je waarschijnlijk obstakels nu momenteel hebt. Zeker als er iets rechts wordt getrokken in jouw leven. Zeker als je een nieuw pad aan het zoeken bent bijvoorbeeld. En die kaart die toont aan van kijk, ik zit hier eigenlijk vast. Ze heeft een blinddoek aan. Maar ze kijkt naar haarzelf als vastzitten. En eigenlijk zit ze helemaal niet vast. Hè? Want hier zie je haar zitten zonder blinddoek. Dus eigenlijk zit je helemaal niet vast, maar jij dient te denken in mogelijkheden. Jij dient te denken in het positieve verhaal waar jij heen kan gaan. En niet in het negatieve verhaal, wat er nu gebeurt eventueel in jouw leven ook. Want ik zeg altijd, de 8 is de kaart of nummer die aan het overgaan is naar nummer 9. Je bent iets aan het krijgen. Er wordt hier iets geactiveerd. Een nieuw pad wordt in jouw leven geactiveerd. Ik zeg dat heel duidelijk ook, hè, want de Page of Pentacles is hier. De pagen zijn uitnodiging, dat is een nieuwe richting dat jij ingaat. Alle pagen duiden op een nieuwe richting. Dus een pentacles, pentacles spreken over het materiële in ons leven. Het materiële is alles te maken met huisje, tuintje, boompje, heeft te maken met job, carrière, noem maar op, een nieuwe zetel, noem maar op. Neem maar letterlijk, het zijn grote nieuwe richtingen die jij ingaat. En als jij voelt dat jij een nieuwe richting dient in te gaan, dat jij iets aan het veranderen bent in jouw leven, dan zou ik echt benadrukken hier met die kaarten. Vraag steun door de mensen rond jou. Hè? Ik zie ook dat jij iets achter jou laat. De Ten of Swords is letterlijk een kaart die zegt, ja, ik laat het verleden achter mij en ik ben op weg naar deze zon. Het is een afrondingskaart. Tienen herleiden altijd naar nummer 1. Nummer 1 is een nieuw hoofdstuk in jouw leven. Is die page die klaar staat voor jullie, ja? Dus zie dit als een opportuniteit. Simplify your life. Ik zie dat daar wel wat angst zit. Dat kan heel goed zijn. Ja, maar ik denk dat jij op weg bent naar iets nieuws. Ja, die liefde ligt hier ook. Een nieuwe liefde, nieuwe beginnen, meer plezier in jouw leven. De Hangman, die vraagt ook... ja, dat is een soort van een controlekaart, de Hangman. Kan zijn dat jij een beetje frustratie hebt nu momenteel. Kan zijn dat je wat vertraging oploopt, links en rechts. Kan zijn dat je het gevoel hebt dat je geen controle hebt nu momenteel. Probeer eens naar jouw leven te kijken op een andere manier. Probeer eens te kijken op nieuwe mogelijkheden. Zij, deze persoon, heeft zich letterlijk omgekeerd gehangen. Waarom? Omdat ze dan een andere blik op de wereld heeft. Niet de blik die ze alle dagen heeft. Dus probeer eens origineel te kijken naar jouw leven. Probeer eens origineel naar iemand anders ook te kijken, eventueel. Hè? Voor mij heeft betrekking op jezelf te maken, want die Empress ligt hier ook nog eens zoals ik al zei. En die Empress, feel loved and supported. Hè? Die vraagt om jouw liefde te delen met anderen, zodanig dat jij liefde kunt ontvangen ook. Zodanig dat jij ook... Kijk, ook hier, hè, die Empress maakt connectie met de volle maan. De volle maan is een intuïtieve maan die altijd onze intuïtie versterkt. Zodanig dat wij een nieuw begin kunnen laten geboren worden in ons leven. Dat zijn vaste aarde-energieën, hè, die, zoals ik al zei, gegronde energieën. Dat is een grote lezing voor jullie. Ik denk dat er veel gaande is. Maar weet dat jullie hier echt wel naar een fantastisch nieuw begin gaan. Oké. Die liefde, dat is niet altijd voor iemand anders. Hè. Dat kan ook liefde meer zijn voor jezelf. Hè. Wat hier klaar ligt op het einde. Liefde, nieuw begin, more pleasure, meer plezier in het leven.
Allemaal, hè. Die drie hier ook. Twee keer een drie. Die drie bij mij vragen altijd om op een originele manier eens naar jezelf, naar je leven te kijken. Anders. Gewoon het woordje anders dient naar boven te komen. Je bent, die zit helemaal niet zo vast alsof jij denkt. Oké, we gaan de grote arcana kaarten verklaren. De Justice card, de Hangman en de Empress. Alright. Tjoe. De grote veranderingen, hè. Swift change is the eight of wands. Maar... ik denk ook dat er keuzes moeten gemaakt worden. De Justice kaart origineel spreekt ook over justitie. Kan te maken hebben met contracten die dienen getekend te worden eventueel. Waarvoor je informatie zult krijgen. Ook snelle informatie. Dus iets is hier aan het recht getrokken worden. En zal snel vooruit gaan ook. En ik denk dat je snelle resultaten zult zien. Oké? Clarify the Hangman, please. Ja, opnieuw het 10, hè. 10 of Wands. Terug die afronding die hier ligt, hè. Dus probeer die afronding in jouw leven te zien als een positief iets, als een nieuw begin. Ik kan dat gewoon niet duidelijker tonen. Kijk, ik zal het zo tonen. Een afronding, een 10. Ja, de ballasten van het verleden loslaten door op een andere manier te gaan nadenken over jouw leven. En dit eerder zien als een nieuw begin. New beginnings. Oké? Ik hoop dat dit duidelijk is, want ze liggen onder elkaar, die kaarten. Dat is een heel mooie ingesteldheid. Als je zo naar het leven kunt kijken, alles is cyclistisch in ons leven. We mogen dit niet vergeten. Daarmee dat ik heel geïnteresseerd ben in astrologie, want dit toont de cyclussen in ons leven aan. Die toont ook aan dat alles van voorbijgaande aard is. En dat we soms in een momentopname zitten, dat we eventjes die geduld hebben. Misschien eens op een andere manier die na te denken, want het volgende staat al terug klaar. Niks is van vaste aard. Oké, the Empress, please. Last card. Show me the Empress, please. And the King of Swords. And the Magician. Ja. Ik denk dat jij... kan de King of Swords ook zien als een raadsheer hier, die jou kan ondersteunen. Sommige mensen kunnen iemand, raadsheer, raadsvrouw, iemand inschakelen om je nog meer te ondersteunen, om nog meer kracht te krijgen, om nog meer in jouw kracht te komen staan. Dat is één optie. De andere optie is ook, ja, dat je bij beslissingen maken met betrekking tot jouzelf ook zeer fair zijn tegenover de andere partij, eventueel tegenover jouzelf ook. Heeft de King of Swords ook mee te maken. Dat is een persoon die, waarbij mensen ook te raden komen, maar hij is enorm fair. Daardoor komen vele mensen naar deze persoon. Maar opnieuw, hè, een King of Swords is iemand die in zijn leiderschap staat. En dan heb je die Empress en dat is jij, liefste weegschaal. Dus sta met die twee voetjes op de grond in jouw kracht. Want ik denk, zodra jij dit beseft en doet, dat jij iets aan het manifesteren bent in jouw leven. Want de Magician kaart valt er ook nog eens op. Dus die Magician kaart die zegt van, ik ben iets aan het manifesteren, iets aan het aantrekken in mijn leven. Maar misschien ben je het gewoon, ben jij er nu momenteel niet bewust van. Het belangrijkste van jullie leven, lezing tenminste, leven, lezing, is dat er hier iets geactiveerd wordt. Iets wat jij nu doorgaat, iets wat jij nu meemaakt, waarschijnlijk activeert iets nieuws in jouw leven. Jij zit helemaal niet zo vast alsof jij denkt. Vertrouw op de steun rond jou, simplifieer jouw leven, geniet van de kleine geneugden van het leven. Laat los, kijk naar jezelf op een andere manier. Naar jouw leven. En dan sta je eigenlijk voor een heel mooi nieuw begin. Waarin dat jij veel meer in jouw kracht zult staan. Dat is de samenvatting van deze lezing. Ik hoop dat deze boodschappen resoneerden, liefste weegschaal. Je mag me dit zeker laten weten door de video te liken. Je kan je ook altijd abonneren, mocht je dit tot nu toe nog niet gedaan hebben. En je kan altijd op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Voor nu, liefste weegschaal, geniet van deze week. En hopelijk zie ik jullie een volgende keer terug. Hartelijk dank om te kijken. Dag!